Na een korte ziekenhuisopname is op donderdag 5 augustus jongstleden overleden op de leeftijd van 87 jaar ons lid van verdiensten Henk Bouw. Henk was geen onbekende bij de VV Nunspeet en voor de coronatijd elke week nog te vinden op het sportpark de Wildzang. Onder andere als gastheer in de bestuurskamer bij de thuiswedstrijden en boeketten ophalen man of the match. De voetbalvereniging Nunspeet was zijn lust in zijn leven. Henk heeft veel betekend voor VV Nunspeet. Onder andere als voorzitter van de supportersvereniging, nieuwjaarsloop, de gobo-onderhoudsgroep, vrijdagmiddaggroep, tribunes schoonmaken, ballensponsoren binnenhalen, clubblad maken en bezorgen en nog veel meer. De voetbalvereniging Nunspeet is Henk heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij heeft gedaan. Vooral bij de supportersvereniging en daarom is hij ook benoemd tot lid van verdiensten. Als tweede noemen we Diabetes Wiert. Na een revalidatieperiode waarbij het leek dat hij weer thuis mocht komen, is hij toch nog vrij plotseling op 25 augustus jongstleden overleden op de leeftijd van 71 jaar. Bettes was voor de coronatijd ook te vinden bij de ingang van het sportpark de Wildzang, bij de kaartverkoop, bij de thuiswedstrijden. Bettes was een betrokken supporter, heeft een aantal jaren jeugdteams getraind, maar vooral genoot hij van de wedstrijden. Henk en Bettes, jullie hadden allebei een blauw-geel hart, altijd aanwezig en bereid te helpen. We zullen jullie heel erg gaan missen in de bestuurskamer op het sportpark. Weer twee namen van leden van de VV Nunspeet zijn genoemd. Twee families zijn aanwezig op het sportpark op hun dierbare familie te herdenken. Bestuur en leden wensen jullie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Dan vraag ik nu om 1 minuut stilte in acht te nemen, waarna die tijd het clublied van Nunspeet gespeeld gaat worden.